Het BOG heeft de afgelopen periode te maken gehad met een schaarste aan het hele kort vaccin. Internationaal als regionaal is het momenteel een uitdaging om aan vaccins te komen ten behoeve van reguliere immunisatieprogramma's. Morgen, dinsdag 1 november, zal er een partij gele koortsvaccins arriveren in Suriname. Hiermee zal de dienstverlening naar de samenleving weer optimaal kunnen plaatsvinden als het gaat om het vaccineren met het gele koortsvaccin. Het crisisteam Infra van het ministerie Openbare Werken heeft de afgelopen week samen met de Milieupolitie en KPS opgetreden tegen eigenaren van containers en trekkers die langs de weg parkeren. Er is ook opgetreden tegen personen die autowrakken en banden langs de Martin Luther Kingweg in het resort Houttuin laten staan. De eigenaren zijn al een paar maanden terug aangeschreven om de containers en trekkers te verwijderen, aangezien die een groot gevaar vormen voor de weggebruikers. Openbare Werken treedt in deze gevallen hard op, waarbij fikse boetes worden uitgeschreven. De OS Sanderij, die onderwijs biedt aan 650 leerlingen, is afgelopen vrijdag met een compleet gerenoveerde schoolgebouw heropend. De renovatie is mogelijk gemaakt door financiering van de IDB in het kader van het BIJP 2-project. Binnen dit project zullen nog 10 scholen gerenoveerd worden. Hiervoor zal een bedrag van 30 miljoen Amerikaanse dollar geleend worden bij de IDB.